meisje Frans zuchtte diep. Goed dan, wat ik nu ga vertellen, kleine klinkt misschien ongelooflijk, onvoorstelbaar en onmogelijk. Maar het is waar. De kinderen zaten helemaal, allemaal op een puntje van hun stoel. En het was doodstil in de klas. Meester Frans liep snel naar de deur. Hij keek even in de gang om te zien of er niets stikken in iemand stond. Nee. Maar ik heb ook nog een boekje van Kittenvintje Vriendje. Dat is een gewoon boekje, geen apparaatje. Nou, het heet Kittenvintje Vriendje. Nu lezen. Die kan ik denk ik wat beter. Het was een mooie dag in de herfst. Ik er wandelde door het bos. Ik keek naar de prachtige kleuren van de blaadjes. Aan de bomen. Goud, geel, oker en oranje. Wat was de wereld toch mooi, dacht hij. Tussen al die mooie kleuren zag hij plotseling iets wonderlijks in het gras liggen. Dichterbij gekomen, zag hij een klein beertje met een rood truitje aan. Het had zwarte kraaloogjes en een traantje op zijn wang. Voorzichtig deelde Kikker hem op. Ach, wat is hij lief, dacht hij, dacht Kikker. Ik neem hem mee naar huis. Dan mag hij bij me wonen. Kikker hield zijn nieuwe vriendje stijf tegen zich aangedrukt. En ging op weg naar het huis. Leuk, hè? Ik ga weer verder met handig. Wat vind je nou het leukste boekje? Zo'n echt boekje? Of het apparaatje? Nou, ik denk dat ik het apparaatje het leuker vind. Want kijk, ik laat je het zien. Bij het apparaatje hoef je geen bladzijde op te slaan. Hoef je alleen op dit knopje. En gaat hij verder. Of je drukt op de ander. Dan gaat hij terug. Gaat hij weer terug. Zo ga je verder. Ik zal je even iets leren. Kijk, hier boven dit knopje met verder staat next, en de andere brief. Dat hoor je dat het privé is.